Gamers, wellicht heb je voor 2023 goede voornemens. Zou leuk zijn als die uitkomen. Maar wat als ze niet uitkomen? Wat als het niet lukt? Dan is dat kloten. Er is een subreddit toegewijd aan kloten momenten. En die heet, well, that sucks. Het is zo'n, Het is niet een volledige, mijn hele leven is naar de kloten. Nee, het is zo'n, Daar gaan we naar kijken. New guy at work made an oopsie. Die heeft een pallet laten vallen. Met heel veel... Gozer, dus focus drink. Is dit zo'n blikje met... Met zo van dat croissant deeg erin. Dat je ze zelf kan rollen. Het zijn blikjes. Doet er niet per se toe. Voor hetzelfde geld zijn het fucking Pringles. Puntje bij paaltje. Het ligt overal. Waar het niet hoort te liggen. When the wine bladder bursts. De tekst achter de afspeel... Balk is 6500 gallons of wine inside a busted bag. Komt het ook gewoon tussen alle kiertjes vandaan? Is dat het of regent het gewoon toevallig? Ah! Daar is alles. Droog wit wijntje. Lekker zoet. Zoet. Lekker. Dat is kloten. Ja, kloten. One of my drunk friends burnt me with a lighter last night. Ja, daar is gewoon echt volledig de huid vanaf geschroeid. Beetje goor, maar weet je, op deze manier ben je er ook achter wie niet je vrienden zijn. Ik ben niet jouw vriend. Goed zo. Just finish my first day at my office job. Apparently this sticker was displayed on my ass the whole time. Dat is een kledingsticker inderdaad voor de broek. Ja. Width 32, lengte 30. Ik heb vrijwel dezelfde maat. Dat is wel geinig. Weet je wat eigenlijk het ding is? Waarom vertelt niemand van je collega's van... Yo man, je hebt een sticker op je bips. Aan de andere kant, weet je, je bent nieuw. Misschien is dat wel gewoon jouw ding. Maar het is hetzelfde verhaal als een beetje... Als iemand wat eten of iets tussen standen heeft... Dan zeg je dat. Dat is logisch. Maar blijkbaar niet. I think I might need to take the stairs. Het regent in de lift. Huh. Ik ben verward. Maar aan de andere kant, neem gewoon een fucking paraplu mee. En ga gewoon naar de verdieping waar je naartoe moet. Went to see the famous Neuwanstein Castle. And this was our view. Dat is een blank canvas. Daar kunnen we alles photoshoppen wat we willen. Is dat ook niet zo vaak, zeg maar, met Mount Fuji? Zeg maar die berg in Japan. Dat is zo, we beklommen Mount Fuji. En dit was het uitzicht. In de hoop dat je het hele eiland tot je beschikking hebt. Nee, het is gewoon mist. Wolk. Niks. Guy's phone gets snatched. Perp. Als in perpetrator. Right under his nose. Hats. Wauw, de subtiliteit ervan. Wow. Oh, hij heeft ook een heel YouTube-kanaal en et cetera op zijn rug geplakt. Oh nee, het is een lopend reclamebord. Ja, fucking kut. Steel geen iemands telefoon niet, lijkt me logisch. Kloten voor die gozer. Ik wilde bijna een opmerking gaan maken van... dat krijg je ervan als je met je telefoon zo staat. Nee, dat, gewoon steel gewoon niet iemands telefoon. Klaar. Hey, soap dispenser. Been a while, hè? Ja. Gekwat op zijn t-shirt. Ja. Waarom doen die dingen dat? Geen idee. I was working on my car and we're charging up the compressor to do some work and it exploded. While that happened, I guess that there was enough rust in this tank over the years that the rust that was in the tank blew out and the rust embedded itself in my door panels and in my insulation that was over there. The concussion from this explosion was so bad that it blew all the windows out of the garage. What the fuck? It shook the ground that I was standing on. Dikke vette explosie. Maar stond hij erbij? Nee, toch? Where it woke my wife up in the house, woke my son up, woke the neighbors up because it was early, and my next closest neighbor is 75 yards away. And they all came over here early in the morning to see if I was okay.
Maar dat is wel fijn, weet je. Als je buren ver weg wonen en ze horen een knal, dat ze wel gewoon komen kijken van, hey, is alles oké? Wees blij dat je zulke buren hebt. En dat het ook met een, ja, eigenlijk met een gebroken ruit is afgelopen. Dat is, weet je, het is met een scisser. Een scisser afgelopen. Saw someone post their lighter burn. Die hebben we net gezien, inderdaad. This is my 20-year-old scar that my drunk friend gifted me. Nee. Ja, het is geen grote, maar het is niet zeg maar iets waar je op zat te wachten. Ik hoop dat deze persoon niet meer vrienden is met degene... Ja, Nederlands, die het heeft gedaan. Godver. I picked up an old bottle of hair dye and it broke in my hand. I left it on the windowsill of the bedroom in case I ever wanted to use it again. And I finally went to throw it out. At least now I know sunlight makes plastic brittle. Ja, dat doet het zeker. Een les. Ja, dat is gewoon een les. Het is, ja, het is gewoon een les. Heard dog... Jemig, kan ik Engels? Heard dog yap from my room. That's an electrical blanket cord. She's okay. Ja, daar ben ik ook altijd zo doodsbang voor met mijn katten. Dat als die hier in mijn studio rondlopen, ik bedoel, er zijn hier talloze kabeltjes in gedoe. En dat als ze daar even aan gaan knauwen, dat ze dan een schok krijgen. Een van mijn katten heeft ook de eigenschap om aan mijn telefoonkabel te gaan knauwen. En ik wil niet nadenken over wat de gevolgen zijn. Dus daar word ik heel panisch van, inderdaad. So I went to put on the sneakers I got for Christmas. Hey, dit anti-diefstal ding zit er nog aan. Kut. Heb je het bonnetje nog? I tried churning butter for the first time, thinking it would be cheaper than buying it. Ja. Je hele tafel, fucking goor. Goor. Dat is inderdaad wel gewoon een klein beetje kloot. Het is, you fuck around, you find out. Het is gewoon een hele simpele handvat, regel. Someone forgot their switch at the train station newsstand. Ja, dat is... zonde. Maar wij kunnen in ieder geval vaststellen dat het in Chicago is. Air Jordans, ik zie hier Chicago Blackhawks, Chicago Bulls. Dus het is op een treinstation ergens in Chicago. Dus we kunnen hem daar terugvinden. Als je gratis switch wil, ga daar even heen en zeg dat hij van jou is. Having birthday cake. Hey, happy versus, happy birthday Jesus. Slap! Het is omdat er geen geluid bij het clipje zit, maar het middelvingertje van het jochie en gewoon zijn open mond, ogen dicht, kan je ervan uitgaan dat je echt zo'n soort geluid eruit komt. Heerlijk. Lekker cakeje. Mooi. Ah. Volkswagen. Das Auto. Das Auto. Das. Ik heb mijn slot in mijn hand. Dat is niet goed. Soaked my blinds in the tub to wash them. Hung them up to dry last night. Come downstairs this morning and they are like two. So ja, die... die bedekken niet meer zoveel als je zou denken. Dat is... Tevens zou ik ook inderdaad niet aanraden om die dingen in de badkuip te doen. Ook al snap ik je gedachtegang erachter. Maar ik denk dat een vochtig doekje eroverheen simpelweg voldoende is. Als je dat gewoon op regelmatige basis doet, dan gaat er geen vettigheid op zitten. En dan blijft hij gewoon schoon. Alright, so. I met this lady in 2008. We got married in 2011. We had our first child in 2011. We had our second child in 2015. We've been married for 10 years. We've been together for 13 years. We just recently found out we're brothers and sisters. En Alabama jeugd, of juicht op dit moment. Hoe kom je erachter? Want het filmpje kapt ineens af. Hoe de fuck kom je daar ineens achter? Hebben jullie een DNA-test gedaan ineens van... Hey, goh, we hebben wel best wel gelijk DNA. Omdat er is een overeenkomst. Oeh, ja, serious question. What are you gonna do now? Spend your whole lives together, had kids, bla bla bla. Maybe avoid having any kids more together. Ja. Yeah. Ah, die relatie is gewoon echt compleet beschadigd nu. Je kan niet verder. Beseffend dat je inderdaad broer en zus bent. En what the fuck moet je doen? Ja, een simpelweg
Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ja. Kan je verwerken in dat ene liedje. Ja, je kan ook gewoon inderdaad op je muil gaan als je een renwedstrijd doet. Dat je struikelt. Ja. Is kloten. Is kloten. Dat is ook kloten. What the fuck? My fiancé got my car stuck in our landlord's driveway trying to pay the rent at 12 a.m. Waarom de fuck moet dat cash? Het is waarschijnlijk echt zo'n last moment. Ah, ik moet even... waarom moet dat cash? Wat voor werk doen jullie? Is het geld om wit te wassen? Weet je, dan ga je gelijk zitten denken in plaats van... doe gewoon een automatisch incasso, weet je. No! Oh nee. Maar weet je wat? Stop gewoon je telefoon weer in de rijst. De titel is Drop My Phone in a Pan of Used Engine Oil Today. Stop het gewoon in de rijst. Alles is oké. Niks aan hand. Kid gets to meet Iron Man. Ah! De Hulk. Kan zelf niet opstaan. Ja. Welkom bij een kinderfeestje, dat als je uitgeleid en je hebt een te groot pak aan, waar je niet meer op kan staan. Heerlijk. This fat bird keeps shitting next to my door. Een vogel op de lamp en de kak eronder. Ja, dit is dus exact de reden dat je bijvoorbeeld in steden, zie je boven van die adverteerborden of wat dan ook, bij winkels en zo, zie je van die spikes erbovenop. Om dus te voorkomen dat van die vogels erop gaan zitten, hè. The glass pane fell out of my window, knocked my monitors over, destroying my really nice new monitor. The first time I bought one for myself completely, I can't afford to replace it. Happy New Year! Gelukkig nieuwjaar! Hoe de fuck komt het glas uit je raam? Kunnen we dat even vooropstellen? Monitor aan zich, maar weet je, als het gewoon letterlijk... Huh? En je glas is eruit. What the fuck? I was about a quarter into it already. Ik had dan een kwart op. La cucaracha, la cucaracha. Extra vitamines had ik niet op te wachten. Dat is inderdaad wel een klote momentje. Wanneer, zeg maar, je nootkraker kraakt. Door een noot. How the turns have tabled. Genoeg klote momentjes. Ik krijg er een beetje een domper van. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast, maar maak er gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.